Goedemiddag mensen, ik ben Shaquille Pinas en dit is live van Sueno Deluxe Hotel in Belek. Ik ga een rondleiding geven en de stemming peilen bij de spelers van ADO Den Haag. En ja, vorig jaar deed Geralde dat, maar ik ga dat natuurlijk overtreffen. Komen jullie mee? We zijn nu gekomen bij het, een van de belangrijkste, zijn de auto's die ons brengen naar, naar het trainingsveld. Zal ik eventjes gaan rijden? Kom. Ah. Nou, dit is hem dan. En dit vervoert ons elke keer naar de training. Nou mensen, kijk eens. Dit staat er dus elke keer. We komen er niet vaak, maar ja, elke keer als we toch van de training komen of van een wedstrijd of wat dan ook, moeten we wel hier langs. Moeten we alles laten staan natuurlijk, want we moeten natuurlijk fit zijn voor 2019. Kijk eens een binnenkomst. Het is al januari, maar kijk eens hoe je wordt ontvangen. Kerst. Kijk, zo'n mooie kerstboom. En ja, mooie pakketjes natuurlijk ook eronder, hè. Maar kijk eens daarboven, is een geheimpje. Dat blauwe wand daar zo, daar zit de coach van Galatasaray. 148 vierkante meter alleen voor zichzelf. Grandioos, hè? Ja. Hallo. Hi, Abi. Hoe je doen? Desculair. Fittles. Thank you for the great service, man. Hey, we zijn nu aangekomen bij de gym. Hier trainen we. Zoals je ziet zijn er al een paar jongens al aan het trainen. En we gaan nu even kijken nemen hoe ze het aan het doen zijn. Hey, Robin. Hey, hoe verloopt de trainingskamp voor jou? Ja, heel goed. Alles ziet er perfect uit. En we zijn nu bezig met de krachttraining, maar alles gaat prima tot nu toe. En hoe verlopen de FIFA-potjes tegen Shaquille Pinas eigenlijk? Kan je me dat uitleggen? Ja, nu heb je een stoere mond omdat je 2 keer wint, maar ja, pak je nog wel. De heer Becker, vorig jaar heb jij de trainingskamp gedaan, ja. Maar ik ga je toch wel overtreffen? Ik denk het niet. Waarom denk je dat niet? Nou, kijk hoe ik het heb gedaan, zeg maar. Was gewoon veel beter. En hoe ik je nu zo zie lopen, dan heb ik wel mijn twijfels erbij. Oké. Vriend, hoe verloopt het trainingskamp voor jou tot nu toe? Ben je tevreden over de arbeid en de inzet? Jazeker, het is nu net begonnen en de kop is eraf. Maar ik ben zeer tevreden. Ja, er wordt hard gewerkt. Oké. Doe je zelf ook nog wat? Je hebt wel die sixpack, maar... Af en toe doen we nog wat. Je moet ook fit blijven, hè? Bas. Hey. Wat is er toch met die blonde haren in dit team? Ik zie Elson, Melvin, Geraldo, Ricardo, jij nu? Ja, klopt. Ik had het eigenlijk al lang in gedachten. En toen zag ik dat Rika het ook ineens had gedaan. Dus toen dacht ik, ja, nu moet ik een beetje opschieten. En ja, toen keek ze natuurlijk naar mij en toen dachten ze, dan ga ik het ook doen. Oké, ik vind je wel een beetje lijken op Busy, dat heb ik natuurlijk gezegd. Maar het ziet er wel heel goed uit bij jou eigenlijk. Ja, dankjewel. We gaan nu even een kijkje nemen bij een Turkse kapper. Misschien hebben we al die jongens even blonderen hier gedaan. Kijk eens, hier is de kapper. Abi, kom. Take everything off. I'm good. No, joke. I'm trying to put him on the shape. Okay, joke. Oké, go. Hey, daar ben je. Alles goed, Lex? Ja, goed. Ik doe de rondleiding voor ADO natuurlijk. Oké. Hoe verloopt het trainingskamp voor jou? Nou, super, eerste dag. Training vandaag gewonnen. VCT'tje, toernooitje. Ja, eerste ronde pakte ik je. Hè? Ja, dat is gelijk. Ja. Dus start goed voor mij. Ja, je bent ook een iemand waar ik op kijk. Een mooie carrière. Dat heb ik ook gezegd tijdens het eten. Maar de bak staat er niet meer. Dus jij bent nu hier. Ja, ik ben uit de bak gekropen inderdaad. Vanmorgen een geintje uitgehaald met Mike. En nou ja, was wel te waarderen. En voor mij is die viral gegaan. Is die overal op internet is die langsgekomen. En het waren allemaal positieve reacties. En sorry voor Mike, maar geintjes moeten kunnen op trainingskamp, toch? Er is iemand natuurlijk die heel dag aan het flitsen was in de interview met Lex. Dat is de enige echte materiaalman die er is. Rob Ravenstein. Robby, we gaan nu strijken. Hey, meneer Pinas. Ja. Waar een mooie flits hoor. Heb je flitsen gezien? Ja, ik heb flitsen gezien, maar voor de rest, hoe gaat het ermee? Dat is het belangrijkste. Met mij gaat het goed, jongens. Als het met u goed gaat, gaat het met ADO goed, toch? Oké, dat vind ik altijd wel lief van jou, dat je beleefd blijft, hè, met je u. Ja, als het met mij goed gaat, gaat het met ADO ook goed, ja. Mooi zo. Ja. De kleertjes liggen al klaar, zie ik. We kunnen er weer tegenaan, daar kunnen we echt nooit over klagen. Hoe verloopt het trainingskamp voor u? Kan ik dat nog één keer halen? Nooit. We kunnen daar echt niet over klagen. Oké. Maar hoe verloopt de trainingskamp voor u? Ja, het verloopt perfect. Hartstikke goed. Alles loopt op rolletjes.
Dat was op tijd klaar. Ik kan alles weer klaarleggen. Jullie trainen goed, dus heb ik het ook naar mijn zin. Hey, de dok van ADO Den Haag. Dokter Bas. Hi. Hoe verloopt het voor u? Ik ben natuurlijk ook heel belangrijk. Voor de spelers moeten fit blijven, hè? Uiteraard. En volgens mij gaat het prima. Er zijn gelukkig weinig blessures. Dus volgens mij gaat het goed. Wil u even zijn outfit filmen? Hij is volgens mij echt sportief. Hij gaat volgens mij gewoon trainen dadelijk, hè? Ook de dokter moet fit blijven. Absoluut, dat is ook belangrijk. Bewegen is gezond en als ik niet gezond ben, dan heb je dadelijk geen dokter meer. Yun Ing Zeng. Come this side, bro. Huh? Do you like the massage of Tong? Top kwaliteit. Hey, Nederlands. Ja, man. Lekker, man. Maar is goed? Alles prima. Last van je kuitjes een beetje? What is that, man? Je calves, ja. Ja, een beetje kramp. Beetje kramp? Ja. Ja, ik had het ook vanochtend, moet ik je eerlijk toegeven. Ik werk keihard. Ja. Yuning, I think you need to go to the barber downstairs. I need more gel, man. Oké. So I bring it for you? Yeah, please. Oké. Jilles. Jij bent toch de persoon die alles regelt hier voor ons voor het toernooi? Rode draad door het succes van ADO, voor de trainingskamp van alles. Het is goed geregeld, maar wat een mooi hotel. Ik heb niks te klagen hier. Nee, zeker nee, niet. Nee, we maken het jullie volledig naar de zin. He, zelfs de slaapplekjes, alles wordt geregeld voor jullie. Ja, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Maar hoe verloopt het trainingskamp voor u? Genieten? Ja, het is een beetje invulling van voorgaande jaren met een nieuw jaartal erboven. Dus het is bijna allemaal hetzelfde ieder jaar. Dus het loopt op rolletjes. Maar enig wat niet hetzelfde is dat ik de rondleiding doe. Dus die wordt dan denk ik wel wat beter dan Becker, toch? Ik ben ook heel, heel benieuwd naar het resultaat. Is goed. Je kan me alleen maar positief verbazen. Ja, ik wel, hè? Ja, jij wel. Jij wel. Nou, fijn trainingskamp, je les. Komt helemaal goed, Averus. Geniet ervan. Doei. Jovel. Hey, captain, kom eens hier. Captain, captain. Captain, kom eens hier. Captain. Captain, kom eens hier. Oh, daar is immers ook, hoor. Captain. Zat hier om het hoekje. Dit is de enige echte Aaron Meijers. Geen commentaar hier. Meijers, hoe loopt de trainingskamp voor je? Fantastisch. Ja? Ja. En wat is dan zo fantastisch? Nou, dat ik met deze twee op de kamer lig. Dat zijn Lex en Tommy? Ja, dat is fantastisch. Oké, en wat verwacht je nog van deze week die we in Turkije beleven? Wat ik ervan verwacht? Ja, wat je ervan verwacht. Veel arbeid. Was vanochtend al, hè? Ja, daarom verwacht ik nog meer. En de wedstrijd, twee wedstrijdjes? Zijn oefenwedstrijden, maar wat verwacht je daarvan? Oh, zijn het oefenwedstrijden? Het zijn oefenwedstrijden. Want we zitten niet in, bij Basaksehir in de competitie. Oh nee, ja, ik dacht al. Ik denk goed dat ik het er even bij zeg. Maar wat ik van de wedstrijden verwacht, hetzelfde als vorig jaar. Leuke wedstrijden. En hoe gaan we 2019 aanpakken dan? Want we willen toch wel voor play-offs misschien halen. Ik ga je ook serieuze vragen stellen nu. Dus jezus, laat dat maar aan de mensen van ADO over. Ja. Oh, doe ik het niet zo goed? Nee, je doet het goed, maar je moet niet te veel serieuze vragen stellen. Oh. Gaan we verder met Lex. Lex heb ik al gehad. En die was natuurlijk wel serieus, dus ik dacht misschien jij wel. Stel maar even een kistje. Deze kun je, okay. Deze kun je knippen, dit hele stuk. Ja. Wat vind je nou van de video die viral gaat van Lex en Tommy? Gaat die viral, ja? Gaat viral. Die heeft voetbalzone al gehad. Oh ja, fantastisch. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik moest hartstikke lachen. Maar eigenlijk had ze het bij jou moeten doen, hè? Nee, want ik trap daar niet in. Zo. Zo, je bent stoer. En dan gaan we nu even naar Goppel. Hij slaapt. Wakker worden! Kom maar. Kom eens. Goppeltje. Je bent zo snel op het veld, maar hier ben je in een luilakje, hoor. Ja, man. Geslapen. Kapot. Is het de zwaar trainingskamp voor jou tot nu toe? De reis is zwaar. Ja? Ja, man. Dus we gaan even gymmen. Ja. Oké. Nou, Goppel. Hoe laat is het dan? Ja, ik weet niet hoe laat het is. Het is kwart voor. Goppel. Ik wens je gewoon een fijn trainingskamp en ga maar lekker even gymmen. Want je moet wel een beetje sterker worden, vind ik. Ja, veel klein kijkplezier, jongens. Top. Ik moet ook even gaan gymmen, want ik moet wel wat sterker worden natuurlijk. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. De mazzel.